Critici scharren hem inmiddels tot het clubje van de meest walgelijke BN'ers, Frans-Duits. Continu moet de patserige volkszanger aan de hele wereld laten zien in welke bespottelijk dure auto's hij rijdt. Een paar jaar geleden was er al een heuse mediastorm over het gepocht met zijn McLaren van 300.000 euro, en nu heeft hij een Ferrari gekocht. Een 44-jarige vent met iets te veel geld in een knalrode Ferrari, het is natuurlijk een gevalletje midlife. Behoorlijk gênant, maar wat het allemaal pas echt tenenkrommend maakt? Deze man heeft een cameraploeg van Shownieuws uitgenodigd om die peperdure sportwagen samen op te gaan halen. Zodat zoveel mogelijk mensen weten hoeveel geld hij heeft. Die types in Shownieuws vonden het allemaal geweldig, maar Johan Derksen wordt er misselijk van. TV heeft geen morele drempels meer. Die rare Duits, die zanger, gaat een nieuwe Ferrari kopen in een tijd dat een miljoen mensen onder de armoedegrens leven en die nodigt dan shownieuws uit. Zij vinden dat een item en gaan mee met die patser. Ongelooflijk, vindt ook Job knoester. Ja, dat vooral, dat je ze gaat uitnodigen en dat je gaat bellen van kom eens kijken, ik ga mijn Ferrari ophalen, zegt hij in de nieuwste vandaag site. Johan, dan had zo'n hoofdredacteur van Show Nieuws toch moeten zeggen: Jo, ben je gek geworden of zo? Ga jij eens vrijwillig wat doen bij de voedselbank, gek? René van der Gijp lachend, dan vreet hij het zelf op, Job, dan ben je echt een dikke narcist als je dat doet. Johan vindt het ongekend. Als je nou moet zingen elke avond voor normale mensen, dan ga je toch niet zo patserig zitten koketteren met een Ferrari. Job, ik zal je zeggen, als ik daar fan van zou zijn, dan zou ik denken: die kaartjes kunnen wel wat goedkoper, ik betaal zijn Ferrari. Johan, nou, ik hoorde uit betrouwbare bron dat hij dat niet met zingen verdiend heeft, maar hij heeft een erfenis gehad van zijn vader. Job, die Ferrari is prima. Als je dat leuk vindt, moet je dat vooral doen, maar ga niet shownieuws bellen om eens te laten kijken hoe die wordt uitgereden. Wilfred Gené vindt het ook onbegrijpelijk. Sommige mensen vinden het heel fijn om alles maar te laten zien. Johan, ja, maar ook de morele overwegingen van zo'n shownieuws, weet je wel. Van, ja, jongens, leuk item, hoppakje. Jop, dat vind ik ook wel gek, ja. Johan vindt dat zijn SBS6 collega's van Shownieuws de plank mislaan. Dan denk ik, dat doe je toch niet, zegt hij. En de rest zit maar mee te grinniken. Wilfred lachend: dat moet ook vol, allemaal. Net als bij ons: dat moet vol. Johan: Je kunt ook een item maken en dan die gozer tot de grond toe afbranden. Daar vraagt hij toch om.